Kijk eens hoeveel ik hier ook geplaatst heb. Yo, je zit echt. Oh, dit is zo vet. Want je ziet nu echt die balken gewoon van boven naar beneden gaan. Dames en heren, jongens en meisjes. We gaan gewoon lekker keihard door met die Minecraft Survival. Let's go! Ik heb een hele update video op mijn andere kanaal geüpload. Die moet je eigenlijk eerst even checken. Dus check die video op Harm eerst even voordat je deze video op Harm 2 daarna kijkt. Ja hoor jongens, het positieve nieuws. We gaan gewoon door met de survival. Ik wil er ook niet te veel meer over praten. Want ik heb er dus echt 10 minuten over gepraat in mijn andere video. Dus nogmaals, check die video op Harm. En als je die al gekeken hebt, jongens, veel plezier. We gaan gewoon weer lekker door. Dit is Minecraft 119 inmiddels. Of 120, ik weet het niet precies meer. Ik ben de tel kwijt. En we gaan nog gewoon lekker 1000 afleveringen doen. Wat vinden jullie daarvan? Ik wil gelijk beginnen met de Wall of Fame. Want zoals jullie zien, er is nog maar één spot over. En in mijn andere video heb ik ook verteld. Ja, deze spot, die ga ik de volgende aflevering even opvullen. En ik ga er gewoon een random comment op gooien. Dus wat jouw comment, het maakt niks uit. Al zeg je hoi Harm, al zeg je hey Harm, ik ben geabonneerd. Al geef je mij een super handige tip, het maakt niks uit. Ik kies gewoon een random comment uit. Je moet wel even abonneren natuurlijk op dit kanaal. Want ik wil zo snel mogelijk die 100.000 bereiken. Dat zou super chill zijn. Iedereen moet weten dat ik nu op dit kanaal Minecraft Survival upload. En niet meer op het andere kanaal. Smash trouwens ook even op het duimpje omhoog jongens. Want dit is de allereerste aflevering dus op dit kanaal. Oh, wat heb ik er zin in. Het is net alsof ik opnieuw begin met Minecraft. Zo voelt het gewoon. Ik zie daar een creeper. Die moet even heel snel dood. Ga jij echt heel snel dood. Even niet ontploffen graag. Hoppakee. Even dood. Dankjewel. Ik ga gelijk even mijn inventory opschonen. Want die is echt nog bomvol met allemaal troep. Alhoewel troep. Ik heb wel even 31 diamonds. En dat heb ik letterlijk allemaal gevormd in een update video. Dus dat is best wel insane. Maar we gaan even wat goud hierin pleuren. Het steen gooi ik hier even in. Very nice. Nog wat andesite. Nog wat granite. Nog wat diorite. Ja, die video op mijn andere kanaal die is dus best wel interessant. Want er waren heel veel mensen die zeiden van ja, Harm, je doet het alleen maar voor het geld een tweede kanaal. Wat dus echt absoluut niet waar is. Want het is gewoon bewezen dat je minder verdient met een tweede kanaal in eerste instantie. Dan dat je gewoon één kanaal hebt. Want je moet namelijk een tweede kanaal helemaal opnieuw opbouwen. Bla bla bla. Er zit heel veel tijd in en je kan eerst helemaal niks verdienen. Dus met deze video verdien ik ook helemaal niks. Maar dat maakt mij oprecht niks uit. Want ik vind het best wel belangrijk om gewoon lekker een nieuw kanaal op te bouwen. Zodat ik mooi mijn content heb gesplitst. Want op het andere kanaal wil ik echt alleen maar hele goede entertainment video's uploaden. En op dit kanaal ga ik gewoon lekker veel gaming doen. Dus ik ga ook weer misschien andere games doen. En waarschijnlijk ga ik oprecht ook gewoon nog meer Minecraft doen dan dat ik nu al doe. Ik deed het nu volgens mij wel 5 keer op het andere kanaal per week. En waarschijnlijk ga ik het nu 6 of 7 keer doen. Dus er zit wel een verschilletje in. Dus dat is eigenlijk alleen maar top voor jullie, denk ik. Ik wilde vandaag een hele leuke tocht gaan maken. En daarvoor ga ik eerst even slapen. Zo, ik heb even geslapen. We gaan vandaag dus een hele leuke tocht maken. Want ik had best wel een leuk projectje voor mezelf wat ik wil gaan doen. Ik ben namelijk de laatste afleveringen heel veel bezig geweest op zee. En dus met die haven en dus met dat gebied daar. Dat is ook aan het water. En natuurlijk de onderwaterwereld die ik hier heb gemaakt. De onderwaterbasis vind ik ook heel erg vet. En zoals jullie zien, kijk, je ziet een beetje zo'n lichtwalm eromheen. En ik vind dat altijd best wel lelijk. Want de rest van de zee is natuurlijk hartstikke duister en lelijk. Dus wat ik vandaag wil doen, ik wil die hele zee gewoon op gaan lichten. En dat is best wel te doen. Want dat kan je namelijk heel makkelijk doen met sea pickles. Yes, met augurkies. Nou heb ik nog nooit een sea pickle in mijn hand gehad in Minecraft. Maar wat ik wel weet is dat ze in koralen groeien. Ja, er zijn namelijk gewoon koralen in Minecraft. Daar ben ik ook nog nooit geweest. En ze zijn ook zeker in deze server. Volgens mij was er een koraal helemaal daar ergens achterin. En ergens daar bij het westen. Er zijn wel eens wat kijkers geweest die daarover hebben gecomment. Waarschijnlijk is er dus ooit al een YouTuber geweest. Maar sea pickles die geven licht onder water. Dat moet ik er wel even bij vertellen. Want dat is wel erg belangrijk. En je kan die dingen gewoon eens overal onder water neerzetten. En dan heb je heel mooi licht te pakken. Dus wat wil ik vandaag doen? Ik wil vandaag sea pickles gaan fixen. Dus laten we gelijk even een boot gaan maken. Of misschien heb ik nog wel ergens een boot liggen. Even koekeloeren. Nope. Oh ja, wacht. Ik had hier wel boot in. 2 bootjes. Yes, let's go. Ik heb trouwens ook nog die trident van Jeroen. Er waren ook heel veel mensen die zeiden van ja, Harm, geef op zijn minst even die trident aan Jeroen terug. Dus die mensen gingen er allemaal vanuit dat ik zou stoppen met Minecraft. Jongens, ik ben niet gestopt. Jullie support is gewoon insane. We hadden binnen 38 minuten 10.000 abonnees. En binnen een dag hadden we volgens mij iets van 40.000. We zitten nu al over de 40.000 dus. Dus jullie support was gewoon insane. En ik had het eigenlijk ook wel verwacht. Want er zijn natuurlijk super veel mensen echt super fan van deze Minecraft serie. Dus we gaan gewoon lekker door met de avontuurtjes. En ik ga even lekker naar buiten. Let's go. Hoppakee. Ja, die trident aan Jeroen teruggeven. Ja, dat wil ik eigenlijk wel doen. Maar ik wil wel even iets leuks gaan regelen. Ik wil wel even Jeroen een klusje daarvoor laten doen. Dat lijkt me gewoon even leuk om te doen. Dus we moeten even iets verzinnen. Heb jij iets leuks wat ik kan doen als klusje voor Jeroen? Of iets wat hij moet doen in ieder geval? Laat het dan even weten in de comments. Ik neem wel even wat hout mee. Dat lijkt me wel even handig. Kan je altijd wel gebruiken. We moesten dus helemaal naar het westen gaan lopen. En dit is precies het westen zoals jullie zien.
Dit is natuurlijk het noorden, dit is het westen. En volgens mij is zo'n koraal helemaal niet eens zo ver lopen. Ik denk dat het best wel meevalt. Deze plek kennen alle OG's natuurlijk. Hiermee is alles begonnen, jongens. Hier zijn de allereerste villagers vandaan gekomen. En het waren er 3 of zo. En kijk hoeveel we er nu inmiddels hebben. We hebben er echt al iets van, ja, ik denk bijna wel 1000. Ja, 1000 is ook wel overdreven, maar we hebben er wel echt iets van 300 of 400 of zo. Echt belachelijk veel. En dat is natuurlijk allemaal begonnen bij die village daar. En dat is nu echt een grote ramp geworden. Het ziet er echt niet uit daar. Ik weet niet wie het daar verprutst heeft, maar het is echt verschrikkelijk. Alright, ik ben bij het water aangekomen. Laat ik hier even een bootje gaan pakken. Yes, let's go. En daar is ook alweer het ijsgedeelte. Er zou hier nog ergens overal lava moeten zitten, zo op het vasteland. Ik denk dat ik daar zo ook langs vaar. Alleen weet ik niet meer precies waar dat is. Oh ja, kijk, daarachter zit hij hoor. Dat brandende lava ding. Ik weet niet wat het is, maar dan moet ik een beetje hierheen. Dus een beetje richting het noorden. Een beetje noordwest. En als ik hierheen ga, dan zou ik op een gegeven moment wat lichter water moeten zien. En als je wat lichter water ziet, dan ben je ergens vlakbij een koraal. Dat kan tenminste een koraal zijn. En hier is het water natuurlijk pikkendonker. Het is maar goed trouwens dat ik de Silk Touch pickaxe heb meegenomen, want die heb ik wel nodig. Niet voor de sea pickles, maar wel voor het koraal, want ik wil natuurlijk een koraal meenemen. Wacht, is het hier al lichter? Het lijkt hier al lichter volgens mij, het water. Maar het kan volgens mij blijkbaar nog lichter. Alright, ik hoop dat ik goed ga, want volgens mij, ik zie helemaal niks. Ik ben echt al tijden onderweg en ik zie nog niks. En ik kom nu ook alweer landen. Oh, wacht eens even. Daar is het wel lichter, hè? Zou het daar misschien zijn? Of komt dat weer omdat er land in de buurt is, dat het daarom wat lichter is? Volgens mij wel. Het is wel echt veel lichter ineens. Wat is dit nou weer dan? Oh nee, ik ben er. Ik ben er. Ja hoor, ik ben er. We zijn er hoor. Oh, dit is zo vet. Dit is zo ongelooflijk vet. Ik ben nog nooit bij een koraal geweest. Ook niet in een single player wereld of zo. Ik heb dit nog nooit gezien. Sinds wanneer zit dit er trouwens in? Oké, ik spring gelijk uit mijn boot en we gaan. Oh, wat mooi. Wat prachtig. Oh, oh, oh. I love it. Allemaal blauw koraal, geel koraal, roze koraal, rood koraal. We got them all. We got them all. Ik moet wel even mijn turtle shell opdoen. Daar zit ook nog respiration 3 op, dus ik kan gewoon vet lang onder water blijven nu. Ja, de sea pickles die geven natuurlijk licht. Daarom is het hier ook helemaal verlicht onder water. En dat zijn deze dingetjes hier. Dit zijn er 3. Die kan ik gewoon hakken en dan heb ik er 3 te pakken. Ze kunnen in stacks van 4, kan je ze tegenkomen. Even kijken, ik zie nu alleen maar een paar van 3. Nou, we nemen gewoon lekker alles mee. Hoppakee. Oh, dit is wel echt vet hoor. Dit is wel echt een leuke update van Minecraft dat ze dit hebben toegevoegd. En dit is dus van het koraal. Volgens mij kan je dit dus niet hakken, want ja, dat verdwijnt. Dus daarvoor heb ik een Silk Touch pickaxe nodig. En ik wil gewoon van alles even wat meenemen. Ik weet niet wat je hiermee kan. Maar je kan het volgens mij gewoon op het vaste land plaatsen. En dit zijn echt vet leuke decoratieblokken. Dus ik wil eigenlijk dit hele koraal leeghalen. Best wel erg eigenlijk dat ik het hele koraal aan het leeghalen ben. Want in het echt is natuurlijk het koraal ook stervende. Maar dat is natuurlijk in het echt, jongens. Dit is Minecraft. In Minecraft mag je alles doen wat je wil. Als je Minecraft paarden wil doodmaken, dan mag je dat doen. En als je dat in het echt doet, dan heb je een heel groot probleem. Dat kan je beter maar niet doen. Heel veel drive naar het oppervlakte. Hoppakee. Nou, ik heb echt al heerlijk veel gehakt. We willen echt zoveel mogelijk meenemen. Lekker veel gevarieerde troep. Hoppakee. Nice. En zometeen ga ik ook even al die blokken hier hakken. Nou, ik denk echt dat ik meer dan de helft niet heb opgepakt. Dat zit allemaal hierboven. Ja. Wat? Oké, laten we gauw even alles oppakken. Yo, ik ben blij dat hier trouwens geen dolfijn is. Want als die hier waren, dan namen ze allemaal loot mee. Dat zou niet echt leuk zijn. Yo, ik heb mijn inventory nu al bomvol met al die brain coral, tube coral, horn coral, fire coral, fan, wat een gekke naam allemaal. Ik vind het wel heel vet hoor, deze decoratie. Hier gaan we zeker leuke dingetjes mee doen. Kijk, check al die sea pickles hier. Dat is echt insane. Ik moet niet te veel weghakken trouwens. Je kan sea pickles trouwens ook gewoon voort laten planten. Dus dat gaan we ook zeker even doen. Want ja, dat heb ik ook wel nodig als ik mijn hele oceaan bij mij wil oplichten. En daarom heb ik dus ook die koraalblokken nodig. Want alleen daarop kan je die sea pickles laten voortplanten. Het kan niet op zand. Dus we hebben koraal nodig. Het wordt trouwens ook nacht. Dus ik ga niet meer van die sea pickles weghalen. En we gaan lekker even al deze blokken hakken. Oh, dit gaat echt super slow. Oh nee, kon dit maar wat sneller gaan. Nee, het duurt zo lang dit. Ik wil even lekker veel meenemen van elk blok. Oh, mijn inventory. Wat? Het is dead? Waarom is het gelijk dead? Oh, nee. Hak ik het met de verkeerde? Ik denk dat ik het met de verkeerde hak. Hoe kan je dit weer levend maken? Als je het plaatst of zo onder water, wordt het dan weer levend? Even kijken hoor. Nee, het is nog steeds dood. Wat? Hoe kan dit nou weer doodgaan? Ik snap er helemaal niks van. Oh, kijk. Ik hak het nu met deze pickaxe en nu werkt het wel. Oh, nee. Je moet het wel met silk touches hakken, jongens. Oké, dat was niet echt slim voor mij. Nu kan ik in principe dit allemaal. Ja, kan ik het wel droppen? Kan ik niet beter even iets anders gaan droppen? Zoals de sticks bijvoorbeeld, die kunnen wel weg. Verder kan ik niet super veel droppen. Dus ik zou het eigenlijk wel moeten droppen. Ja, 1 boot kan ik ook wel droppen. En de torches, ja, ik pleur ze ook gewoon lekker weg. Lekker boeien.
Wacht, ik kan de torches kan ik wel met tweede hand doen. Oké, we moeten dus wel even alles met deze pickaxe gaan hakken. Let's go, man! Ik heb trouwens maar eens een fire coral. En ik heb wel vet veel van het fire coral fan. Maar ik weet niet hoe ik hier dan aankom. Misschien groeit dat wel op de grond, of niet? Zou dit fire zijn? Oh nee, dit is ook daar tegenaan. Oh ja, dit is de fire, of niet? Yes, nu heb ik er twee van. Hier is nog rood koraal. Dat moet ik sowieso ook even meenemen. Want dat vind ik ook best wel heel erg cool. Oké, we zijn lekker bezig. Ik weet niet precies hoeveel ik van alles heb. Ik kan nog wel wat meer van het gele. Ik heb dus ook deze, de roze. Wat moet ik dan nog hebben? Volgens mij heb ik dan bijna alles al te pakken. Er is niet groen, zo te zien. Oh, wacht, dat is er wel. Of is dat geel? Dit is geel zeker. Ja, dit is geel. Oké, ik moet meer geel hebben. Oké, ik kan nog wel wat meer van dat bowel coral blok gebruiken. En ook wat meer van de roze. Misschien nog een beetje blauw erbij. Dan heb ik overal een halve stack van. Want ik ga niet een hele stack overal van farmen. Duurt me veel te lang dit. Eigenlijk zou ik mijn andere helm op moeten doen. Want hier zit, even kijken, aqua affinity op. En daarmee hak je sneller, toch? Dat dacht ik tenminste. Maar ja, ik bedoel, dan moet ik constant weer terug onder water. En met die turtle shell. Ja joh, ik kan lekker gewoon een minuutje onder water blijven joh, als het niet langer is. Oké, gaan we naar boven. Hier liggen ook zo joh, er liggen zoveel blokken hier. Kijk trouwens hoe licht is hier nog steeds. Dus al die sea pickles. Dit is best wel vet als ik dit thuis ook heb. En ik zou bij mij in de oceaan misschien ook wel wat koraal zelf kunnen maken. Dus ik zou in principe alles gewoon over kunnen plaatsen. Dat is best wel vet. Ik denk dat ik bijna overal genoeg van heb. Nog een beetje meer van het roze. Daar heb ik wel wat minder van namelijk. Alright, ik heb genoeg nu te pakken. Super chill. Ik heb bijna een stack van die rooien trouwens. Echt nice. Alright, dan gaan we terug naar huis. We hebben genoeg loot te pakken. En check trouwens hoeveel ik hier ook van heb. Echt insane veel. En de sea pickles. Eigenlijk het allerbelangrijkste. Ik heb ongeveer een stack daarvan te pakken. Dus dat is ook wel voldoende. We gaan weer lekker naar huis. Het viel trouwens best wel mee hoe lang dit was. Ik was er best wel snel. Alright, we zijn weer terug. Very nice. Oké, cool. Waarom hangt dit hier trouwens? Wat de heck? Oké, dat is echt heel gek. Er zit helemaal geen hout meer in. Dat moet ik... Wacht, kan ik dat opbranden? Yes, ik heb van dit ziel bij me. En dan gaat dit even lekker de fik in, want ik weet niet wat het hier doet. Brand me even lekker op, want dit slaat echt helemaal nergens op. Oké, we gaan weer mooi naar binnen toe. Helemaal top. Deurtje weer dicht. En dan gaan we deze sea pickles gelijk even voort laten planten. Ja. Kijk, als je zo'n ding op het land plaatst, dan komt er niet zo'n lichtje in. Dus dan heb je er ook niet superveel aan. Dan is het gewoon een soort van decoratie. Je kan er iets mee doen. Ja, het is een soort van kleine cactus. Daar lijkt het eigenlijk wel op. Want dit is natuurlijk een normale cactus. Dit is een kleine cactus. Ja, nou wat leuk. Je moet wel even wat boommeel ophalen. Best wel veel eigenlijk. En ik denk dat daar in die machine aardig veel weer zit. Dus laten we dat gelijk even collecten. Laten we trouwens eerst even onze spullen dumpen. Zoals dit. Even kijken hoor. Heb ik een leuke kist hiervoor? Een lege kist ergens? Ja, dit is een lege kist. Nou, dan gooi ik daar al het koraal in wat ik heb. Want dat ga ik sowieso nu niet gebruiken. Dat gaat nog wel even duren voordat ik daar iets mee doe. Weet je wat? Ik pak gewoon lekker het boommeel hieruit. Kan me helemaal niks schelen. Gewoon even lekker 3 stacks of zo. Weet je wat? Ik pak er nog een stackje erbij. En volgens mij kan ik ze ook gewoon voort laten planten op het vaste land. En wat je dan moet doen, je moet gewoon even wat koraal neerzetten. Want hierop kan het dus zich uitbreiden. Oh nee! Nee! Oh my god, ik ben zo dom. Oh, oké. Hoe gaan we dit fixen, jongens? Hoe gaan we dit fixen? Kan je dit weer terug veranderen? Dat is natuurlijk... Oh, ik denk dat het langzamerhand onder water weer terug verandert, of niet? Ik weet het niet. We gaan even checken, jongens. Dit is natuurlijk wel fire core blok. Dus hij ziet nog wel dat het hetzelfde blok is. Ik denk dat je ze gewoon nat kan maken. Oh, ik schrok me dood. Ik dacht, dat gaat mijn koraal. We gaan het even proberen. Wordt dit weer rood? Ja of nee? Zo te zien wordt het niet meer rood. Hoe werkt dit? Hoe moet je dit doen? Oké, ik wacht hier eerst wel even. Ja, ik heb een paar minuutjes gewacht en het is niet terug veranderd. Dus het verandert volgens mij niet meer terug. En je kan het niet meer doen, denk ik. Dus dat is heel erg belangrijk om daar rekening mee te houden. Dat dit volgens mij niet werkt. Mocht iemand van jullie een manier weten om het weer terug te veranderen, laat het dan alsjeblieft even weten. Maar volgens mij werkt het dus niet. Wat ik wel even kan proberen is dit dode koraal hier neerzetten. En dat we hier dan even een farmpje van maken. Misschien dat sea pickles hierop wel uitbreiden, I don't know. Misschien dat het gewoon wel werkt. Even koekeloeren. Zo, boomwiel erbij. En nee, dit werkt niet. Het moet dus echt op levendig koraal. It cannot be that. Oké. Laten wij dan even dit onder water gaan plaatsen. Gelukkig heb ik er nog 47 over trouwens. Daar ben ik wel blij mee. En we gaan even hier wat plaatsen. Let's go. Plaatsen we hier even eentje, hier even een. We plaatsen gewoon random overal wat. En dan gaan we dit even... Kijk! Oh, ik deed wel heel erg snel. Even normaal doen. Even hier één tikje tegenaan. Want anders komt er allemaal van het troepgras omheen. Dat willen we niet. Hoppakee. Yes. Kijk eens aan. Hoppakee. Nice. En dan kan ik ook gewoon random klikken. Want dan komt er hier weer eentje. Hoppakee. Nice. Nou, dan moet ik dit even allemaal gaan harvesten. Let's go. En nu hebben we al lekker veel te pakken. We hebben al 27 erbij, volgens mij. Of zelfs nog meer. Ik zou dit ook wel even wat breder kunnen maken. Nou, dan gaan we dan. Ik spam er even een paar neer. En die gaan we even lekker uitbreiden. Hoppakee. Nice. Nou, volgende stekkie. Hoppakee. Daar gaan we hoor. Alles breidt zich mooi even uit. En we halen even weer lekker wat weg. We kunnen ook heel snel dit weer weghalen natuurlijk. Even kijken. Hoeveel hebben we nu al te pakken? We hebben al... al meer dan 2 stekjes. Oh, dit gaat echt super snel. Het slimste is gewoon om een paar van die eentjes neer te zetten. En dan even een paar keer bomen erop te spammen. Dus zo, hoppakee. Oh, ja, die moeten niet naspammen, want dan krijg je altijd gras dus. Als je eens zo'n sea pickle hebt, dan klik
klik je er gewoon één keer op en kijk, nu heb ik gelijk al 8 of zo. Hier ook precies hetzelfde, maar als je nu bijvoorbeeld hierop klikt, op deze 4, dan krijg je er echt maar 3 bij. Je kan het best gewoon... Oh, ik klik weer mis, dit is echt heel naar. Gewoon één keer klikken en dan gelijk wel eens weghalen. Zo, dit gaat echt mega snel. Ik heb nu al meer dan 4 stacks te pakken. Look at this boy, very nice. Kost ook bijna geen boomwiel. Ik heb nu maar een halve stackje aan gespendeerd, dus dat valt reuze mee. Oké, volgens mij wordt het ook alweer bijna donker. En dan gaan we gelijk ook proberen hoe dat licht werkt onder water. Ik denk dat ik al bijna genoeg heb nu. Nou, helemaal top. Dit haal ik hier even weg. Dit moet ik natuurlijk wel met een goede pickaxe doen. Anders dan gaan deze blokken helaas ook verloren. En dat willen wij natuurlijk niet. En waarom zakken deze blokken hier naar beneden? Dat is echt super gek. Kijk, sommige gaan omhoog en andere gaan weer naar beneden. Kijk hoor. Oh, die gaat wel weer omhoog. Dus net ging er eentje naar beneden. Nu gaan de meeste wel omhoog. Alright, we zijn klaar. En het is inmiddels ook pikkendonker. Wat we nu even gaan proberen. Ik haal even mijn torches weg. En dan zet ik even één zo'n pikkel hier neer. En zoals jullie zien, dit levert niet super veel op. Het levert eigenlijk bijna niks op. Het is niet eens een torch dit. Maar als je er eentje bij zet, dan krijg je er 3 light levels bij. Volgens mij is dit level 6 qua light level. En elke keer als je zo'n dingen bij klikt, dan wordt het weer lichter. Dus hier, kijk, het is nu al iets lichter. Dus 3 levels erbij. Nog 3 levels erbij. En dit is dus max. En dit is dus pittig licht, zoals jullie zien. Nu kan je echt super veel, onder water zien. Dus dit wil ik dus overal gaan plaatsen. Hoppakee, we maken het overal even lekker licht. Hartstikke idee. Let's go. Check dit dan. Het wordt nu al echt mega licht. Very nice. Oké, super chill. We gaan mooi even om dit ding hierheen. Om de onderwaterbasis. En kijk eens wat het oplevert. Dit wordt echt super mooi gelijk. En dat is ook wat chill. Want nu kan ik vanuit de onderwaterbasis ook een beetje de zee inkijken. Normaal gesproken dan zie je bijna niks. Oké, er is alweer een stekje op. Gelukkig hebben we nog meer dan genoeg. Dus we kunnen echt alles wel even mooi opmaken. Okay, we gaan weer even naar boven. Want ik moet ademen. Nice. Alright. Kijk eens aan. Dit ziet er wel leuk uit hoor. Dit had ik eigenlijk wel eerder kunnen doen. Dit is echt heel nice namelijk. Ja, je kan het natuurlijk ook met glowstone doen of iets. Maar dit is natuurlijk veel mooier. Gewoon een natuurlijk product gebruiken. Oké, hier is de boel al best mooi licht geworden. Hier zet ik nog even eentje neer. En dan gaan we langzamerhand een beetje naar de desert toe. Want zoals jullie zien, het ziet er hier al echt een stuk beter uit. Dus we gaan nu mooi met de brug een beetje mee. Zo, even mooi naar onze haven natuurlijk. Daaromheen wil ik het ook mooi licht hebben. Very nice. Alright. Ik denk dat je dit verschil echt heel goed gaat zien. Dus dat is echt super chill. Ik ga gauw even aan wal zo meteen. Want volgens mij begint het ook al langzaam dag te worden. Nou, kijk dan hoeveel licht hier ineens onder zit. Oké, we gaan het even vanaf hier bekijken. Zie je het verschil duidelijk? Ja, kijk, het is al veel lichter gewoon onder water. Yo, oké, dat ziet er al een stuk beter uit. Ik ga later hier nog wel wat meer plaatsen. Hier vind ik het verschil eigenlijk nog niet eens zo groot. Maar daar bij de onderwaterbaas is het wel best wel heel groot. Kan ik deze 2 killen? Ja, die kan ik killen, zo te zien. Alright, dan gaan we dat ook gelijk even doen. Die is dood en die echt ook even dood. Even kijken of hier goed het verschil... Ja, joh, kijk dit verschil dan, man. Je ziet in één keer die hele onderwaterbaas is helemaal opgelicht. Je ziet in één keer alles. Ik ga er denk ik later nog wel meer plaatsen en nog iets meer voortplanten. Ik heb trouwens ook echt nog zoveel, joh. Dat gaat me niet op, joh, dat spul. Dus het kost je een beetje boomuil. Of je moet gewoon heel veel harvesten. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan heb je natuurlijk ook wat. Oké, ik ga hier weer gauw naar beneden. Want hier wil ik ook even flink wat licht fixen. Ik weet niet of je dit super goed ziet. Want dit is natuurlijk vet diep. Maar ik denk wel dat het een klein verschil kan hebben. En we zijn al bij de desert. Super chill. Oh, sowieso gaan we hier even doorheen. Ja, dat is wel heel vet, denk ik. Dus hier ook even wat plaatsen. Hier nog even eentje. Ja, hier hoeft het niet echt. Want hierboven zit ook al licht. Kijk, als je er nu boomuil opgooit, dan gaat het niet verspreiden zoals jullie zien. Want het moet dus op koraal staan. Dus dat is wel echt heel belangrijk. Kijk eens aan. Nu is het hier alweer een stuk lichter. Ja, gaat even dood. Zo. Oh, dit zie je ook goed, dit verschil. Het ziet er gewoon een stuk beter uit. Dat het hier mooi een beetje licht is. Om het desert gedeelte heen. Maar ik ga ook nog iets dieper. Hier ga ik ook nog wat verwerken. Oké, we hebben nog 2 stekjes over. En kijk eens hoeveel ik hier ook geplaatst heb. Yo, je ziet echt... Oh, dit is zo vet. Want je ziet nu echt die balken gewoon van boven naar beneden gaan. Oh, dat is zo chill. Want normaal gesproken, ik dacht echt eerst van... Ja, waarom heb ik al die balken naar beneden gebouwd. Ja, ik heb er helemaal niks aan, want je ziet het gewoon bijna niet. Ik heb nu 1 klein laagje hier tussen geplaatst en ik vind dit nog wel het allervetst aan dit project. En dit moet ik ook eigenlijk even van deze kant doen, want dan zie je het nog beter, dat weet ik zeker. Alright, en hoe ziet dit vanaf hier eruit? Want hier zit natuurlijk wel heel veel kelp. Hoe ziet het vanaf hier eruit? Je ziet het wel minder, omdat hier allemaal begroeiingen voor zit. Maar alsnog heel vet hoor. Het is super chill. Zo, ik ben even hierheen gelopen. Ja, dit ziet er echt mega vet uit. Super chill. Ik ga er later nog wel wat aan toevoegen. Je ziet het dus zelf in klaarlichte dag zie je het heel goed. En in de nacht zie je het helemaal goed, dus dat is super chill. En ook hier zie je het heel goed en heel nice. Dus dat is echt pittig chill. Very chill. Very nice. Oké. Ja, we zijn inmiddels klaar. We hebben alles gedaan vandaag wat we wilden doen. Dus dat is super chill. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Dat zou ik super leuk vinden. Ja, abonneer op mijn kanaal. Op mijn tweede kanaal natuurlijk. En ook op mijn main channel als je daar nog niet op geabonneerd bent. We zitten inmiddels al boven de 40.000 abonnees. Het zou super chill zijn als we binnen no time die 50.000 kunnen aantikken. En dan gaan we gewoon die rood naar de 100.000 even lekker doen. De support is insane.
dankjewel daarvoor. Tot de volgende keer. Klik op het duimpje omhoog. Dikke doei. Dikke later.